Nou, dan willen mensen wij wel voor. Want als wij zien die ziekenfonds die gaat, of die zorgkosten, die gaan dit jaar weer €3 omhoog. En wat mij betreft is dat maar veel te veel. Ik vind gewoon dat het omlaag moet. En dan gaan de verzekeringsmaatschappijen wat minder uitbetalen aan de aandeelhouders. Want die lopen dat dan allemaal lekker de zakken mee te vullen. En dat moet gewoon eens afgelopen zijn. Verzekeringsmaatschappijen keren niet uit aan aandeelhouders. Het huidige zorgpremie in combinatie ook met de zorgtoeslag leidt uiteindelijk tot lagere maandlasten voor mensen dan het ziekenfonds. Dus terug naar vroeger moeten we zeker niet. Ja, dat lijkt me eerlijk gezegd niet hoor. Want hoe kunt u dan verklaren dat zoveel mensen gewoon eigenlijk de rekeningen niet meer kunnen betalen en deurwaarders op de mat krijgen omdat ze ziektekosten niet meer kunnen betalen? Dat is toch echt iets in de raming van de premie gaat volgend jaar inderdaad met die €3 omhoog. Maar we verhogen tegelijkertijd de zorgtoeslag en meer dan de raming van de premie die omhoog gaat. Maar is dat op zich eigenlijk ook niet een beetje een raar systeem? Je zou toch ook kunnen zeggen, van je gooi gewoon de belastingen omlaag en hoeven ook die subsidies niet te geven? Ja, doen we dus ook. Dus we verlagen ook de belastingen voor het komende jaar met 3 miljard voor mensen. Dus we proberen al die dingen tegelijkertijd te doen. En natuurlijk, in ons vak is het altijd kiezen. En dat is ook zo. Maar volgens mij maken we daarin de juiste keuze. Zorgen over te veel markt in de zorg, die heb ik ook. En dat het her en der is doorgeslagen, dat vind ik ook. En daar zijn we ook zeer intensief mee bezig. Bijvoorbeeld in de wijkverpleging zijn we daarmee bezig. Ik zit zelf in de zorg, maar hoe is het mogelijk, hè? Want ik ben dus echt uit Nederland gevlucht. Ik woon net 6 kilometer de grens over. Mm. Hoe is het dan mogelijk dat de zorg daar maar €22 in per België maand is? In België, dat, net over de grens, 6 kilometer, terwijl het hier €150 per maand is. Nee, de gemiddelde premie is €118 per maand. Maar wat je ziet in Nederland is dat we natuurlijk met elkaar hebben afgesproken dat er een heel groot pakket verzekerd is. Dus we hebben met elkaar afgesproken dat er een heel groot pakket in België is. Ja, precies hetzelfde of veel minder. Ik heb anders in het ziekenhuis gelegen, hè? Ja. In Turnhout. En ik heb aan mijn longen gehad, ik heb in het ziekenhuis gelegen. Ja. Waar moest ik bij betalen? Ze spreken daar niet over, eigen risico. Jawel, ze spreken daar bij elk doktersbezoek over. Ik heb nog geen €100 hoeven te betalen. Wat is het? Hoe kan het zijn? Als we nu alle zorgstelsels gaan vergelijken, dan wordt het een hele lange middag. Nee, ik ga niet vergelijken, maar waarom worden banken gefinancierd als ze failliet gaan? Maar laten jullie ziekenhuizen over de kop gaan. Daar zit onze zorg. Ziekenhuis in Os wordt weggehaald. Ja, maar ik heb een harde stem. Maar het ziekenhuis uit Os wordt weggehaald. Alles wat ook geen vervoer heeft, moet naar Uden. Moet gaan reizen voor zorg. Zorg dan voor het behoud van de ziekenhuizen. Laat een bank vallen. Pomp daar geen miljarden in. Maar ga die miljarden eens in de zorg duwen. En zorg dat die ziekenhuizen blijven staan. Volgend jaar, dat zal u aanspreken, gaat er 88 miljard naar de zorg. Dus 3 miljard meer dan. Ik hoop dat wij dan ook gaan zien dat ziekenhuizen die failliet gaan geholpen gaan worden door de staat. Zeker, zeker. Als dat kan, dan moet dat zeker, inderdaad. Maar... Ja, nee, maar u zegt al als het kan. Ja. En wij zien dat het woordje als het kan in dit kabinet is, we duwen het geld beter ergens anders in, want het kan niet. Nee, dat is echt niet waar, mevrouw. Ja, waar. We zien het. Nee, dat is niet waar, dat ziet u niet. Want wat er volgend jaar extra naar de zorg gaat, is 3 miljard extra. Nou, dat ben ik benieuwd, dat zal het volgend jaar zien, maar dit jaar is het in ieder geval nog niet zo. Tot ziens. Bedankt. Prettige dag. Doei.